Dieven verpesten jubileumeditie Max Proms. En lof, maar ook kritiek op dag 1 van Cubus. Goedenavond, u vandaag van zondag 8 december. Dat een enorm feest moeten worden. Max Proms 2013 in de Utrechtse jaarbeurs gisteren en vandaag. Maar de 10e editie van het Concertweekend, een jubileumeditie notabene, is overschaduwd door brutale diefstal. Er is voor tonnen aan tv-apparatuur verdwenen. Dit zijn beelden van de 9e editie, vorig jaar dus. Dit weekend hebben dieven twee vrachtwagens opengebroken. Ze zijn er vandoor gegaan met peperdure televisieapparatuur. Een camera is weg, net als lenzen en een groot aantal portofoons. De optredens van onder andere Edcilia Rombly, Tavares en The Three Degrees gingen wel gewoon door. Ook de televisieregistratie kwam niet in gevaar, maar de schade bedraagt zeker 3 ton. De diefstal op het Jaarbeursplein vond plaats in de nacht van vrijdag op zaterdag. Jan Slachter, de baas van Omroep Max, heeft inmiddels 5000 euro uitgeloofd voor de gouden tip. Nog een diefstal, maar dan in Leidse Rijn. Daar zijn jongere werkers van Streetlink een aanhanger kwijt, vol spullen die ze bij hun activiteiten gebruiken. Ze staan met lege handen nu, maar ze zitten niet bij de pakken neer. Ze zetten alles op alles om die aanhanger terug te vinden. Een kleine 10.000 euro aan spullen is afgelopen donderdag meegenomen. De aanhangwagen van de jongere werkers stond hier bij Manege Haarijn. Een flinke klap voor de vrijwilligers. De schrik sloeg aardig toe. Ze waren vooral boos in het begin. Ook wel verdrietig. We willen graag die spullen terug, zodat we gewoon hier op dit terrein weer kunnen doen waarvoor we hier staan. Dus met die gasten aan de slag, voetballen met ze eigenlijk helpen om een betere toekomst te krijgen. Zeg maar. 3 jaar geleden heeft Rino met een paar goede vrienden Stichting Streetlink opgezet. Elke donderdag gaan ze met jongeren uit Leidse Rijn voetballen. Vorig jaar konden ze met hulp van subsidie onder andere doelpalen, een muziekinstallatie en partytenten aanschaffen. We zijn oorspronkelijk begonnen met een bal en een paar pionnen. Dat gaan we gewoon weer doen. Dus we blijven hier gewoon voor de jongens. Een deel van onze droom met die pannakooi, de tenten, de verlichting en de muziek, dat is toch wel bij ons weggenomen. Zeg maar. Het nieuws is een flinke tegenslag voor de stichting. Vooral omdat ze vermoeden dat het geen toeval is dat juist hun aanhangwagen is meegenomen. Onze aanhanger stond op slot, was afgesloten. En op zich de aanhanger die heeft een mindere waarde dan al die trailers die daar stonden. Tenzij je weet wat erin zit. Dus we weten niet wie het heeft gedaan, we denken wel dat het een gerichte actie is. Alles is meegenomen behalve 1 voetbal. Die lag toevallig nog bij Rino in de auto. De basis is toch weer die voetbal. We zullen pionnen moeten gaan kopen. Die zullen we van de week gaan halen. En dan beginnen we hier aankomende donderdag gewoon weer met zoals we ooit zijn begonnen. Dus een voetbal, een paar pionnen en dan maar voetballen. Er ligt een beloning klaar van 300 euro voor degene die met de gouden tip komt. Om zo snel mogelijk weer aan de slag te kunnen, heeft Streetlink nu een sponsoractie op touw gezet. Wilt u daar meer over weten, kijk dan op onze website. De meeste rokers zijn geen onruststokers. Maar in de Utrechtse stationshal is een man opgepakt voor het mishandelen van een paar toezichthouders van de NS. De man uit Veenendaal had 's avonds een peuk opgestoken en kreeg te horen dat hij die uit moest maken. En toen ging de 24-jarige man door het lint. Ja, de man werd erg boos op de toezichthouders. Ging schoppen en slaan. Heeft zelfs gebeten in de vingers van een van de toezichthouders. Maar gelukkig raakte hij daarbij niet gewond. In ieder geval niet door die bijtwond, maar wel door die klappen. Moest een van deze toezichthouders naar het ziekenhuis vanwege last van zijn nek. De Veenendaler zit nu vast en wordt verhoord. Een grote brand in Amersfoort heeft een bestelbus in de as gelegd. In de schuur in Vathorst, vlakbij IKEA, stonden nog meer auto's, maar die wist de brand weer te redden. Het bedrijfje naast de garage heeft alleen rookschade. Het onderzoek naar de oorzaak loopt nog. De politie houdt rekening met brandstichting. Nieuwegein zoekt betrokken inwoners met een mening over het Stadsplein. Dat plein tussen het Stadshuis en Theater de Kom is nu nog saai en stil. Maar er zijn 12 ideeën voor. Wie wil meebepalen wat het wordt, moet aanstaande vrijdag naar het Stadshuis. Want daar wordt dan een enquête afgenomen. En een dag later, zaterdag de 14e dus, kunnen Nieuwegeiners in debat met politici en ondernemers. Ouderen hadden vandaag de dag van hun leven in Stadion Galgenwaard, waar 20 Utrechtse volkszangers optraden tijdens een benefietconcert. Het idee ontstond na het zien van Gerard Joling en Gordon, die in Even Geen Cent te Makken op RTL 4 vrijwilligerswerk deden voor het Nationaal Ouderenfonds in Bunnik. De opbrengst van vanmiddag, duizenden euro's, gaat ook naar het fonds toe.
Dag 1 van Qbuzz in onze provincie zit er bijna op. De nieuwe OV-vervoerder in de stad en regio Utrecht kampte wel met wat opstartproblemen, maar is toch tevreden over de start. Qbuzz is de opvolger van Connexxion en GVU. Dit weekend moesten alle trams en bussen worden voorzien van nieuwe stickers en nieuwe apparatuur. Voor de reizigers was het even wennen, want de lijnen hebben nu kleuren en symbolen. Verder was er kritiek te horen op de dienstregeling, de communicatie en de lichtbakken met de nummers zouden niet duidelijk genoeg zijn. Toch is Qbuzz, dat hier in Midden-Nederland de naam UOV gebruikt, tevreden. Ja, het is even wennen, allemaal gele bussen, maar ik vind het ontzettend leuk. We hebben hier 3 jaar lang eigenlijk aan gewerkt en nu is het eindelijk zover. Bijzonder moment. Absoluut, absoluut. Het is een beetje rustig nu, maar aan de andere kant denk ik dat er een stuk meer bussen rijden. En overal waar je nou in de stad kijkt, zie je gele bussen. En dat is toch wel bijzonder, hoor. FC Utrecht heeft vanmiddag optimaal geprofiteerd van morsende concurrenten. Zelf versloeg de ploeg van Jan Wouters vrijdagavond al hekkensluiter NEC. Vervolgens verloor PSV gisteravond. En vanmiddag gingen nog 2 directe concurrenten onderuit. Heerenveen en Pek Zwolle. Daardoor is Utrecht na de volledige 16e speelronde de nummer 7 op de ranglijst. In de topklasse zaterdag stond gisteren de topper tussen IJsselmeervogels en Kozakkenboys op het programma. De Vogels begonnen als koploper aan het duel met 2 punten voorsprong. Na 90 minuten was die voorsprong nog hetzelfde, want het duel eindigde onbeslist in 3-3. Hoewel IJsselmeervogels op bezoek moest bij de concurrent en ook nog koploper blijft in de topklasse, overheerst na afloop de teleurstelling. Want de Vogels verspelen in een spectaculaire wedstrijd in Werkendam een 3-1 voorsprong. Als je 2 doelpunten verschil voorstaat in een tweede helft, dan mag je dat nooit meer weggeven. Dus in dat opzicht ben ik niet tevreden. Ja, een spektakel. Ja, het is leuk. 3-3, maar ik had liever 1-4 gewonnen of met slecht spel. Dat maakt me helemaal niks uit. Danny Buijs zet Kozakkenboys na 10 minuten op 1-0. Via 2 treffers van Mike van der Laar en deze hele mooie van Thomas Verheid lijkt IJsselmeervogels de zegen te gaan pakken en de voorsprong in de competitiestand te vergroten naar 5 punten. Kozakkenboys toont echter veerkracht. Het maakt de 2-3 uit een strafschop en een kwartier later valt ook de gelijkmaker. Desondanks blijven de Vogels zoals gezegd koploper en zijn dus titelkandidaat. Er zijn natuurlijk meer ploegen. Spakenburg is heel goed bezig. GVV doet ook nog steeds goed mee. Kozakkenboys is ook een aardige ploeg, maar ik denk dat we gewoon naar onszelf moeten blijven kijken. Lisse is de laatste wedstrijd en was toetje nog Ajax. Maar als je Lisse gewoon winnend afsluit, dan ga je als koploper de winst op in. En dan zien we de tweede seizoen zelf wel weer waar het eindigt. Alleen dat wij mee gaan doen, dat is wel zeker. Spakenburg won gisteren wel met 4-1 van Terlede en is nu de nummer 5 in de topklasse. En ook GVVV schreef 3 punten bij. De Veenendaalers klopten thuis Barendrecht met 3-1. En alle doelpunten ziet u morgenavond in namen en rugnummers na u vandaag op RTV Utrecht. Van kilometers afstand laat hij zijn licht weer over ons schijnen. De grootste kerstboom van de wereld. Gisteravond gingen de lampjes in de zendmast loop ik in IJsselstein weer aan voor de 16e keer. 4 mensen hadden de eer om op de knop te drukken. We zagen burgemeester Van den Brink, commissaris van de Koning van Beek, de 10-jarige Max en deze zanger Wolter Kroes, die later dus ook optrad. Het was nog wel even de vraag of de feestelijke avond wel door kon gaan door de storm op Sinterklaasavond. De bliksem was ingeslagen en de toren raakte beschadigd. Maar het echte driving home for Christmas gevoel in Utrecht kwam niet meer in gevaar. De lampjes blijven aan tot 6 januari, 3 Koningen. Het weer, vanavond en vannacht bewolkt, maar droog en tamelijk zacht. 7 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld. Bewolking, zo goed als droog, en dan 1 graad of 9. Meer nieuws vindt u op rtvutrecht.nl en in onze gratis app. Morgen om 12 uur, dan is de eerstvolgende editie van U Vandaag hier op RTV Utrecht. Graag tot dan, fijne avond, dag.